had dan niet meer echt veel te zoeken, weet je wel. We waren een beetje klaar daar. En ik was sowieso wel beter en zo, dat soort dingen bedoel ik. Sorry, wat zei je net? Ja, dat ik weer beter ben, man. Nee, daarvoor. Wat zei ik daarvoor? Nou, oh ja, dat ik daar niet meer te zoeken had, omdat ik toch wel wat beter ben natuurlijk, hè. Nee, ik hoorde je iets zeggen, ik hoorde een ander woord, ik hoorde wij. Oké, Dylan zit dus niet in het RVE-gebouw, of in ieder geval het oude RVE-gebouw. Wat ik dacht, natuurlijk super ongemakkelijk dat ik Roger daarvoor heb meegenomen. Maar ja, aan de andere kant, ik kon daar niet naar binnen. Ik kon natuurlijk ook niet kijken of er überhaupt voor de rest iets zat. En ik had zoiets van, nou ja, het lijkt mij in ieder geval een enorm grote kans dat die daar zou moeten zitten. Gezien alles met de ex-RVE en lege kluis en alles erop en eraan. Maar hij was er niet. En ja, nou ja, Roger wou me natuurlijk helpen omdat hij weet van, hij krijgt toch 2 miljoen van mij. Dus in die zin, ja, het is voor hem altijd een win-win situatie, maar... Ja, aan de andere kant, ik verspil natuurlijk wel zijn tijd weer mee, maar ik heb ook niet echt het idee dat Roger op het moment veel doet qua criminele zaken en weet ik het allemaal. Dus wat dat betreft, ja, dit is wel echt kloot, want die aanwijzing dus van Levi, ja, wat hij zei of wat hij ervan heeft gehoord, kluis, lege kluizen, er is niks meer, dit en dat allemaal. Ja, ik dacht echt hier, maar hij zou op zich ook nog misschien in de bank kunnen zitten in Mindtopia of iets, maar ik weet het niet. Dus in ieder geval het café, is het überhaupt... Is überhaupt Levi al aan het werk wat ook? Misschien is ook wel die Jimmy gewoon hier aanwezig. Ja, als ik er toch ben, kan ik natuurlijk maar beter gewoon allemaal gewoon checken wat dat betreft. Oh, wat is dat Levi? Yo, hallo? Yo. Je bent weer aan het werk, zie ik. Ja, ik ben weer beter. Nou, fijn. Ja, ik kom net uit de Krottenwijk. Is het trouwens druk? Is er iemand? Kunnen we hier gewoon even veilig praten? Nee, er is hier niemand, hoor. Oké, want ik kom dus net uit de Krottenwijk. Ik weet niet of je net die helikopter hebt gehoord, maar ik was net met Roger was ik daar. En we hebben even gekeken in dat oude RVE-gebouw. Want ik dacht, ja, weet je, is er een kluis, een lege kluis, oude kluis, geen geld meer dit en dat. Ik denk, hey, dit moet daar zitten. Heb ik toen, ja, die kluis leeg geroofd, maar... Ja. Nee, dat ja, is nee, het RVE-gebouw ben ik niet meer te vinden, man. Dat is helemaal nieuw en het is niet meer van ons. Nee, nou ja, ik dacht dus van, hè, misschien dat ondergrond alles nog hetzelfde was hoe het was, maar ja, dat was dus gewoon allemaal totaal niet zo. Dus dat was een beetje ongemakkelijk. Dus ja, wat dacht ik meteen aan toen je het had over die kluizen. Maar ik zeg, kan ik even meelopen, even laten zien. Ja hoor, natuurlijk. Dat is toch even bij jullie hier in die tuinen, moet ik even kijken waar het precies was hoor. Ja, dat is prima. Want ik had namelijk laatst, daar had ik natuurlijk ook een keer eerder met jou het over gehad, en heb je er ook een keer antwoord op gegeven, maar toch... want ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind het allemaal een beetje raar. Toch dit hier beneden, weet je? Ik bedoel... Oh, dit. Oh, wil je dit even zien dan? Mag ik dit zien? Tuurlijk. Okay. Niks te verbergen hier. Niks te verbergen? Maar hoezo zou hij dat... Niks te... wat is dit? Het is een soort battle arena voor de gunshop. Oh, ik dacht dat dit een geheime plek was of iets? Dat ik dacht van hier mogen we nooit komen of zo? Nee. Oh. Nee, ja, ik zat even te denken van misschien dat hè. Wow, what the fuck? Wat is dit dan, joh? En hier zit niet toevallig een geheime kluis of iets? Kluis? Nee. Oké, nee. Ik vraag het ook maar gewoon. Ik bedoel, begrijp ik. Ik weet tegenwoordig ook al niet. Loten, bier, vodka, loten. Oh, gewoon illegale handel hier ook. Niet illegaal hoor, dat mogen we gewoon, maar... Dus hier kun je een soort op elkaar inzetten wie er ook weer eerst afmaakt. Dit is gewoon gewelddadige bullshit hier? Ja. Oké. En je zei dus hier is geen kluis of zo waar... Nee, geen kluis. Oké, want ik neem natuurlijk aan als hier wordt ingezet, is het natuurlijk wel veel geld. Dus wat dat betreft, dan moet er toch ook iets zijn waar het veilig ligt, het geld? Ja, nee, het wordt niet hier in de gunshop opgeslagen. Oh. Die plek hè, waar ik toen met Dylan, jij en wat blijkt dus toen Jimmy was. Kan ik daar nog eens naartoe gaan even? Ja, dat kan wel. Want ja, ik wil toch even alles kijken. En aangezien jij hier toch overal de sleutels van hebt, dan heb ik zoiets van, nou ja, dan kunnen we eventjes, even voor de zekerheid toch even dingetjes checken. Want ik weet het allemaal niet hoor. Ik vind het allemaal maar raar. Ja, dat is goed toch. Dus en waarom is überhaupt de ingang via hier helemaal en niet gewoon normaal? Ja, nou, het is niet helemaal, het mag niet helemaal van de staat, hè, dat we hier, dat mensen hier elkaar gaan naar uitmoorden en elkaar gaan slaan. Aha, oké, dus je zegt net dat jullie hebben wel vergunning om lotus allemaal te verkopen, maar volgens dat hele gevecht gebeuren, dat mag dat allemaal niet. Ja, dat is geen vergunning hoor, maar dat doen we gewoon. Duidelijk. Hier ergens beneden of zoiets was het toch? We wilden dus naar die plek van Jimmy toe. Ja, ja precies, want... Ja, dat is hier. Oké, want... Wil ik toch wel even graag kijken? Nee, dat is prima joh.
Want, hierachter. Wat is hij? Is zeker weer niet aanwezig of wat? Nee, ik zie hem niet hier, tenminste. En wat zit hier eigenlijk hierachter allemaal? Of, Nee, je mag wel kijken hoor. Het is een soort schietbaan. Kun je mensen oefenen. En hier zit ook geen kluis zo ergens achter. Van mij mag je gaan kijken, maar ik weet niet waarom hier een kluis zou moeten zitten. Een beetje raar. Ja, nee, dat weet ik ook niet. Maar ik ben natuurlijk gewoon natuurlijk op zoek naar alles erop en eraan. Nee, snap ik. Ik moet zeggen, want wanneer sprak ik jou nou? Dat was 2 dagen op terug het of zo, eiland. Toch? Ja, ik moet zeggen, toen klonk je toch wel een stuk zieker dan wat het nu is. In 2 dagen tijd ben je zo snel beter geworden. Ja, nee, ik had er niet meer echt veel te zoeken, weet je wel. We waren een beetje klaar daar. En ik was sowieso wel beter en zo, dat soort dingen bedoel ik. Sorry, wat zei je net? Ja, dat ik weer beter ben, man. Nee, daarvoor. Wat zei ik daarvoor? Dat ik daar niet meer te zoeken had, omdat ik toch wel wat beter ben natuurlijk, hè. Nee, ik hoorde je iets zeggen, ik hoorde een ander woord, ik hoorde wij, hoorde ik. Oh ja, nee, ik was daar met een vriend van me. Wacht even, Levi. Wacht even, jongen. Jij zegt letterlijk nu, wij hebben daar niks meer te zoeken. Ah. Wij. Toen ik daar bij jou kwam, was jij alleen. En nu zeg je net, je was er met een vriend. Ja, nee, een vriend kwam even opzoeken hoor. Niks bijzonders. Ik was even aan het kijken of ik al beter was. Ik vind het een beetje een raar verhaal. Je hebt daar een... Niks raar zo. Je hebt een privé-eiland, right? Ik heb een privé-eilandje. En jouw privé-eiland, is het alleen het oppervlakte of heb je ook onder de grond dingen? Nou, ik heb een zwembad onder de grond. Oké, een zwembad onder de grond. En het geld en zo allemaal wat hier wordt verdiend, dat wordt dus niet hier opgeslagen, wordt ergens anders opgeslagen. Ja. Maar dit wordt natuurlijk niet op mijn privé-eiland. Ik bedoel, dat we. Oh, ik natuurlijk... heb helemaal niks gezegd, hè? Maar jij gaat meteen de verdediging in. Is er meer op je eiland dan? Nee, je doet zo raar ineens tegen mij. Ik bedoel, ik. Nee, ik vind het. Ik vind dat het. Iemand op mijn eiland was. Nou, jij zegt van. Je was ziek, wat ook allemaal. En je was aan het bijkomen. En je hoorde toch dat ik ziek was? Ik hoorde zeker dat je ziek was, maar ik hoorde niet dat er iemand bij je was. Nee, maar dat was toen ook niet. Nee. We zijn wat dagen doorheen gegaan. Er zijn ook wel mensen op bezoek geweest. Oh. Ik bedoel, er komen toch mensen bij jou ook op bezoek als je ziek bent? Nee. Dat is, als je ziek bent, ben je ziek. Hoe het met je gaat. Nee, ik vind dit... Want jij zegt ook weer dagen, het is letterlijk, ik ben bij je geweest. Dan moet die dag daarna iemand zijn gekomen. En we zijn nu zo'n beetje nu alweer hier dat we... Ja, klopt. En je hebt onder de grond, heb je dus wel een geld? Nee, geen geld, een zwembad. Ah, een zwembad. En geen kluis of zo? Nee, niet of echt. Cellen of. Nee, ik heb geen cellen in mijn huis, man. En je weet ook niet waar Jimmy is. Jimmy die is nu niet aanwezig. Ik zou niet en je weet, ook niet, wat je weet ook niet waar Dylan is. Ja, ik heb tegen je gezegd dat hij in een kluis zit ergens, maar ik weet niet wat voor kluis het is. Hij was oud en dat heb ik jou al tegen je verteld. En hoe oud is jouw eiland? Mijn eiland is net nieuw. Ik heb het net aangeschaft. Ja, jij hebt hem net aangeschaft, bedoel, ja. Ik bedoel, dat mag je vragen, navragen. Ja, nee, maar jij hebt hem inderdaad net nieuw aangeschaft, inderdaad, maar... Ik zou kunnen kijken of ik mijn plotbewijs nog heb, dan kun je zien hoe lang het geleden is, maar... Nou ja, ik zou ook best wel mee kunnen naar je plot toe, of niet? Ja, dat zou mogen. Ja, dus het is geen probleem als ik nu naar jouw plot zou willen en ik zou dan daar rond gaan kijken op je eiland. Maar het zou nu niet helemaal uitkomen, omdat ik natuurlijk gewoon nu aan het werk ben, maar het zal altijd een keer komen als je wil inplannen. Dus na werktijd kan het wel? In principe kan dat, ja. Dus vandaag, na werktijd? Misschien kan dat, ja. Het zou kunnen. Oké, nou dan weet je wat, dan wacht ik toch gewoon eventjes. Ik vind het prima, joh. Tot hoe laat werk je? Ik werk meestal tot 10 uur hier. S'avonds? Ja, 10 uur s'avonds. Oh nee, dan kan ik eerst nog wel even rust naar mijn topie toe. Dan kom ik je vanavond hier even ophalen, toch? Dan gaat er even naar je eiland toe. Ja, als je dat zo graag wil. Ik zou niet weten waarom, omdat je me nu ineens aan het verdenken bent. Maar... Nou ja, ik heb duidelijk tegen je gezegd, anders had ik ook niet gezegd dat het in een kluis zou zitten. Maar hoezo verdenk ik? Ik bedoel, ik ben hier nu ook geweest, je laat me hier ook alles zien. Dus dan heb ik zoiets van, als je toch zo open en transparant bent, dan kunnen we ook wel even je eiland gaan bekijken, toch? Van mij mag je. Oké, nou goed, dan hebben we volgens mij een mooi besluit gemaakt. Dan kom ik hier in de avond wel ophalen, wat dan ook allemaal. En dan zullen we wel eventjes zien bij je eiland. Is goed, ik vind het wel een beetje raar hoe je nou allemaal aan het doen bent tegen me. Hoezo is het nou in één keer raar? Ik ben toch gewoon op zoek naar iemand? Ik bedoel... Ja, nou, maar ik weet dat je mij ineens verdenkt terwijl we zoveel tegen elkaar hebben verteld. Wow, maar ik heb toch een manier gezegd dat ik jou verdenk? Ik wil gewoon graag je eiland zien. Oh, nou, is prima. Maar jij gaat beginnen, denk ik, allemaal dingen met verdenken en rare dingen. Ik vraag ook of we hier buiten bij die tenten naar binnen kunnen. En dat vind je niet raar dat ik dat in één keer vraag. En dat ik hier naar binnen wil, vind je ook niet raar. Maar als je nee, draait naar weet je... waarom. Dat nou? Is gewoon omdat ik op een plek is waar Jimmy komt natuurlijk. En dat kan ook zijn dat hij hier iemand verstopt. Oh, dus jij beweert nu dat Jimmy niet op je eiland komt?
Jimmy, kom niet op mijn eiland, nee. Oké, okay, wie is dan bij je op, zoek, bij je op bezoek geweest dan? Gewoon een oude vriend van mij. Ah, Jimmy gewoon, is, gewoon ken ik vriend. Was gewoon aan het werken. Ja, ja, ja. Weet je, Levi, ik kom vanavond wel langs en dan gaan we eens even bij je eiland kijken. Prima hoor. Ja, zeker prima. Werk ze nog eventjes en ja, dankjewel. Tot straks. Ja, tuurlijk, het is wel zijn privé-eiland en dat mag hij op zich raar vinden, maar aan de andere kant, ik zelf vind het raar dat ik hier letterlijk kom. Hij is hier en ik vraag, kunnen we hier kijken, kunnen we hier kijken? Dat vindt hij allemaal blijkbaar normaal, alsof iedereen dat vraagt en alles. En dan volgens je privé-eiland vindt hij allemaal wel raar. En hij zei toch echt dat we hadden er niks meer te zoeken. Als een vriend bij je op bezoek komt, dan komt hij niet per se om, om iets te doen, maar dan komt hij voor jou. En niet om, we hadden niks meer te doen. Wat heb je überhaupt te doen op je eiland als je ziek bent en een vriend op? Het klopt gewoon niet. Ik ga nu niet naar mijn Tobi toe. Ik ga gewoon nu meteen naar de Hill toe. En ik kijk gewoon even zelf rond op zijn eiland hoe en wat allemaal. Want een beetje vooronderzoek kan volgens mij geen kwaad. Want misschien is dit wel gewoon de link die je moet leggen. En is hij gewoon bij Levi op zijn eiland.